Oh, key, dokey, daily challenge tijd. Laten we eens kijken. Dit lijkt me Midden- of Zuid-Amerika te zijn eventueel. Oké, okay. altijd ook achter je kijken. Witte nummer worden, dus Colombia valt al gelijk af. Ik zou zeggen dat het Mexico. El Quinto, Mexico, Guatemala of Ecuador is. Heel eventueel Chili. Ik zou eerder op een van die andere drie gokken. Um. Ah. We hebben heel veel Guatemala de laatste tijd gehad, dus dat zou wel kunnen. Maar toch heb ik daar een beetje een niet helemaal 100% gevoel bij. Santa Cruz del kietje. Zou het in Bolivia zijn dan? Huh. Het zou misschien wel eens Bolivia kunnen zijn dan. Wellicht. Misschien wel omdat Bolivia is. Ik moet toch wel echt iets zien wat mijn gedachten bevestigt of ontkent. Ik weet het niet, het ziet er niet uit als Bolivia, maar... Santa Cruz, we hebben La Paz zien staan. Maar ja, die billboards langs de kant van de weg, dat is natuurlijk ontzettend... We zullen zien. Joop, yep, was gewoon Guatemala. Momentje. Oh wel. ehm, um, en gelijk zo beginnen. Zo, <coughs> so, wacht even, bezoek bij ons. Ja, maar niet. Ik denk dat het Kenia of Oeganda gaat zijn. Ah, oh, dat port is weg. Oh, port is daar. Nairobi. Nairobi. Oké, okay. nou, daar zit de PO-box. Dus dat zegt ook niet per definitie alles, maar. Het zou... in ieder geval wel het goede land moeten zijn, en dan. Ja, yeah. ik bedoel, dit zou makkelijk inderdaad, het, het, want dit lijken me allemaal fabrieken en andere dingen. Dit zou inderdaad het industriële gebied van Nairobi kunnen zijn. Wat was het? Ultravestis vetus. Ja, oeh. Hoe kun je. Nee, dit is. Uh, hoe zullen we dat zeggen? Het, 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 het is waar het ziekenhuis aan zo zit, zeg maar. Dus, en ik zie ook een paar uh, scholen en zo zitten. Dus dit is een soort van geleerd iets. Weer echt. Renna Robi is groot. Niet zo groot dat ik mij nou heel erg zorgen. Sowieso maakt me geen zorgen, want ik bedoel de eerste was 229. Dus goud zit er sowieso niet meer in. Uh, Engeland. Ierland. Misschien Frankrijk? kijkt nee, want ik zie dat daar Engels op staat. Tenminste, dus, eh, wat ik denk dat het Engels is. Het is Engeland, want ik zie gele achterborden. Ik zie een kustlijn. Dus ook dat is nog een aanwijzing. Oh nee, dit is uh, iets heel anders. Dit is eigenlijk. of Man. Oké. Kunnen we de naam van deze straat achterhalen? Waar we op stonden, deze. Ik weet eigenlijk nog niet of mijn cursor wel helemaal deze straat is. Mijn, mijn muis aanwijzer, mijn muis goed zichtbaar is. Want ik weet dat ik er bij een aantal dingen heb uitgesloten. Dus. Kijk, dit is sowieso Noord-Zuidstraat, volgens de dingen dan. Als ik nou. Ah, kijk, dat. Bellier Grove. Noord-zuidstraat, Bel-Heer Grove. En het is Noord-Zuid en ik zie water. Waar zit het ziekenhuis? zo het hier, Belyac Grove. Ik zit, dit een... Dit is een in... spoorlijn. Dus zit ik sowieso bij hier denk ik. Wat is dat? Geen idee. Daar heb ik ook geen idee van. Ik denk ja, dat dit dit straatje is. En dan zou hier. Dat zit er niet. Eh, het zit goed. Het eerste wat ik denk als ik dit zie is Bangladesh. Maar om die wil daar alvast wegzetten, Want uh, als het Bangladesh niet is, dan is het zeer waarschijnlijk India. Dus dan zal, dan zal het op zich niet zo heel ver van elkaar zitten. Uh, Do move, ik moet kijken naar hier. Dat ziet er inderdaad uit als schrift uit Bangladesh. We weten dat als dit schrift zichtbaar is in India, dat we alleen in Delhi zetten. Dus zodoende. Bangladesh. Het is leuk als je zo op dit soort mo momenten wel kunt onderscheiden. <laughs> Het is niet net zoals hier. <laughs> ah, ik zag dat Santa Cruz staan, ik zag dat La Paz staan. Kleine nummer worden. Ik dacht echt dat Bolivia was. Oh, wel. Ik bedoel, voorlopig zitten we redelijk goed op koers naar, uh, naar zilver. Dus. Uh... Tenzij het laatste, bij wijze van spreken, iets is als. Uh... Rusland zonder uh, duidelijke aanwijzingen. Zou dit wel de uh, inpakking moeten zijn voor zilver, zou ik zeggen. En dat zeg ik nou, en dan krijg ik waarschijnlijk inderdaad. Of, of Groenland of zo. Weet je, dat is ook alweer een tijd geleden over Groenland gehad hebben. Weet je. Ik denk dat ik mezelf al. Uh... Ja, ik kan wel klikken, maar ik heb geen idee waar we zijn. Ik weet dat het in Bangladesh is, maar. Vraag me niet waar. Even kijken, misschien dat. Nee. Soms heb je hier die posters van Koel nou ook al hangen. Maar dat, dat, dat is nou ook niet het, uh, het geval. Dus misschien, zijn... misschien staat hier wel Koel nou op. Maar ik zie het echt niet. Ik zie het echt niet. Het zijn volgens mij wel echt allemaal posters om onderwijs en zo te. Ze zien er allemaal hetzelfde uit, zal ik het zo zeggen. Als die posters voor het onderwijs. Dus misschien is dat de stijl van Bangladesh, misschien is dat de stijl van scholen, ik heb geen idee. Scholen, universiteiten, opleidingsinstituten. Nou, op zich, Nou, ja, hij was dichter bij het dak en de Briten cool, dus een hele goede keuze gemaakt. Ja, dit is tenminste. Laten we ons niet voor de gek houden dat dit, uh... weet, het? weet het, per definitie wegzetten als uh... Ja, nou wel. Oké, okay, top. Um, Zuid-Korea, 31 zie ik daar staan. Nou, mijn eerste idee was dat het Jeju was, maar Ulsan. Ulsan heb ik wel eens van gehoord. Ik wil wel heel even Jeju. Ik zeg altijd Jeju. Jeju bedoel ik het maar, oprecht, Ulsson... <coughs> Sorry. Ik wou het zeggen, ik, het was een plaats die ik wel eens tegengekomen ben. 31... Even kijken, want er staat hier een heel mooi bordje. Met de naam uh, rond de straat. Kijken hoor. Ik heb het idee dat dit het is, namelijk. Dit zou echt perfect aansluiten op alles. Nee, niet helemaal. En ook niet weg, of wel? Jawel, het zou kunnen hoor, dat dit hem is. Dat klopt niet met de naam die hier staat. Dat is het enige. Niet helemaal in ieder geval. Als je nou dit weghaalt, dan klopt hij wel redelijk. Waar is, waar, is mijn, waar is mijn pretje gebleven? Waar is mijn pretje gebleven? Ik weet niet of dit een geval gaat zijn van. Laten we eens kijken of we eventueel die koffietent kunnen vinden. Het zou dan inderdaad deze moeten zijn. Het is, het is al een tijd geleden dat ik mijn koriander gelicht heb, dus ik heb geen idee of dit Ah, dichtbij genoeg zou ik zeggen hoor. Ah ja, daar is hij. Oké. Okay. Vier results. Wat ik zeg. Na, na het, het, het gewoon foutieve begin. Wel gewoon een goede afronding moet ik zeggen. Dan was het ook niet heel moeilijk met letterlijk de goede stad en de weg. En. De goede stad en de goede stad, en dan hopen dat je bent als je de buurt zet, dus ja. Alleen deze. Ik heb eigenlijk gewoon laten verblinden door La Paz en Santa Cruz. Maar goed, het is wat het is. Morgen is er weer een nieuwe, en dan zeg ik tot morgen.